Welkom bij de installatie van Arco Linux. We gaan de laatste ISO downloaden van SourceForge. En momenteel is die nog niet aanwezig. De 6.8.5 hebben we zelf gemaakt. Dus build your own ISO, weet je wel. Fase 4 kan je altijd doen. En we hebben hem dus in een VirtualBox gestoken. En we gaan samen even dit verhuizen terug naar Screen 2. En dit hier installeren. Dus we hebben hier een aantal opties. Uiteraard moeten we optie 1 nemen. We moeten eerst booten in Arco Linux. En we gaan dan in een live DVD-omgeving, waar we toch al eens kunnen kijken wat we precies gaan krijgen. We booten in een XFCE-omgeving, maar er is ook OpenBox en i3. En dit wat hier geladen wordt, is onze Calamares. Die is onze grafische installer, onze grafische applicatie, om ervoor te zorgen op een hele simpele manier, een paar knoppen, een paar beslissingen en je hebt een heel systeem op je PC. Dus eerst kies je voor je taal. Welke taal wil je precies? We zullen het ditmaal misschien eens in het Nederlands doen. Dat heb ik nog zelden of nooit gedaan. Dus Nederlands. Dan krijg je welkom, locatie, toetsenbord en zo verder. Volgende. Brussels, of course. Dat is natuurlijk juist. Maar stel dat het niet juist is, betekent dat je geen internet hebt. En dan moet je even kiezen waar je precies je vandaan komt. De taal staat nu op Dutch, Belgium, maar we kunnen het nog altijd terug aanpassen als we dat zouden willen doen. En de getallen, datum, notatie staat op English, United States. Dus stel dat we effectief zeggen, nee, kies nu eens volledig voor het Belgisch. Dan moet ik toch eens even kijken, want dit is niet Belgisch en dat is ook niet Belgisch. We moeten dus scrollen naar beneden. En dat is de NLBE UTF-8. Dat is wat wij precies moeten hebben in België. En de Nederlanders moeten dit hebben. We zeggen oké. Volgende. Heb ik nu Nederlands genomen? Even terugchecken. Ja. Oké. En dan volgende. Dan is het een moment om te kiezen of je een QWERTY of AZERTY wil hebben. En in België moeten we kiezen voor AZERTY. Ik denk dat de Nederlanders ook een QWERTY hebben. Dus die moeten hier ook een beslissing nemen. En dan volgende. Je zegt tegen het machine: zie jij maar zelf hoe je het moet partitioneren. Dat is het makkelijkste. Vermijd frustraties. En mijn advies is ook steeds: zorg ervoor dat er maar één operating systeem op je systeem staat. Wat ik al zelf eens aan zondig is bijvoorbeeld Arch Linux D Plasma en Arch Linux B Plasma op dezelfde SSD zitten. Maar bijvoorbeeld een Windows en een Linux bedieningen mix ik niet. Ik quiz alles. En wat is je naam? En wat is je PC-naam? In dit geval kies ik voor Arch Linux, maar het kan eender wat zijn, zolang dat je maar de regels volgt. Enkel letters, cijfers en liggende streepjes zijn toegelaten. Kies voor een wachtwoord. En dan automatisch aanmelden zonder wachtwoord vragen. Betekent dat ik direct word aangelogd. Dus als je in een veilige plaats zit waar niemand aan je PC aan kan, geen enkel probleem om direct dan opgestart op je desktop te eindigen. En gebruik hetzelfde wachtwoord voor administrator account, dat is een keuze. Lijkt me makkelijk, kan je nooit vergissen van paswoord. Volgende. En dan install. En dan zijn we vertrokken met een installatie. Ondertussen kunnen we misschien de tijd gebruiken om even wat schermpjes wegdoen. De tijd gebruiken om eens naar YouTube te gaan. Naar het dashboard te gaan. Dus er bestaan heel veel tutorials. En het is bijna geladen. Voilà. Dus hij is al aan het praten. Dus we hebben hier de Mac Lover 696. Kan ik spijtig genoeg nog altijd niet wegkrijgen. Dus Eric Dubois. En dan zit je op hetzelfde kanaal. En hier zit dus een heleboel informatie. Allemaal over Arch Linux. Maar niet alleen over Arch Linux. Over van alles en nog wat. En als je ziet Arch Merge, dan betekent dat eigenlijk nog altijd Arch Linux. We hebben gewoon een naamsverandering gedaan. Dus die filmen kan je nog altijd raadplegen en bekijken. En hier zitten we dan toch al in Linux Mint, waar ik jaren op gewerkt heb.
En hier is dan vorig jaar de ontwikkeling van Arch Labs en alle software en alle applicaties en alle filmen die erbij horen. Dus je moet maar eens kijken wat er allemaal is. Er zijn ook afspeellijsten die je kunnen helpen. Dat je zegt, oké, ik ga eens alles bekijken over Arch Linux Plasma of alles over Arch Linux B. Dus dat je eigenlijk al een waslijst krijgt, een selectie krijgt van de dingen die je waarschijnlijk gaat nodig hebben. Dus op die manier kan je ook werken. Wat zeker interessant is om te bezoeken, je krijgt nog altijd toch vragen van dingen die gewoon online staan. Dus met andere woorden, er zijn drie websites. Arch Linux.com, ArchLinux.d en ons forum, dus vier in totaal. De info is informatie. De .com gaat over de ArchLinux ISO dat we nu aan het installeren zijn. Dat is de deze, have fun. Er staat ook een kleinere versie, een minimale versie, een D-versie. Dan kies je zelf je eigen desktop. Zo, de D is decide the desktop. En dan kies je voor Openbox of iets anders. En de B bestaat ook. En dat is dan build your own ISO. Dat vind je hier allemaal. Dus hier heb je fases. Je moet maar eens rustig lezen welke fases er allemaal zijn. Maar hier werk je met de Arch Linux D in deze twee. En in fase 4 werk je met de B, zoals je ziet. Allemaal informatie over de Arch Linux B. En hier zie je ook een mooie infographic om duidelijk te maken wat precies nu Arch Linux, Arch Linux D en Arch Linux B is. Oké, de speech moet nog even blijven duren. Het is natuurlijk ook een grote ISO. Deze is 2 GB, die zijn we aan het installeren. Deze is 1 GB, dus direct geïnstalleerd. En deze is terug 2 GB. Afhankelijk van de desktop bijvoorbeeld, want Plasma is direct 2.8 of 2.6. Afhankelijk van wat je allemaal in je applicaties steekt natuurlijk. We zijn er bijna. Moest je afvragen waar al die zottigheid vandaan komt? Ik ben momenteel aan het filmen op dit machine, Arch Linux B Plasma. En die heeft een aantal wobbly effects, zoals ook bij Compus het geval is. Voltooien en we zijn terug opgestart. Nu mogen we natuurlijk niet kiezen het eerste lijntje. Onze VirtualBox heeft nog altijd die ISO geladen, dus we moeten dit kiezen. Boot existing OS, we hebben iets gedaan, we hebben iets veranderd. Dus we kiezen onze grub, eerste lijn. En dan booten we eigenlijk in een omgeving die heel snel is, heel mooi is. Dat is XFCE. Je kan zoveel aanpassen, er zijn zoveel websites, alle video's en artikelen geschreven om zaken aan te passen. Je zal merken dat heel veel dingen ook al in Nederland staan. Zoals je ziet, XFCE is een volledig systeem. In de zin dat er ook vertalingen achter steken. Nu, als die zaken nog in het Engels staan, dat betekent dat eigenlijk dat XFCE niet in de fout is gegaan. Maar dat eigenlijk de programmeur, dus de engineer, degene die dat gemaakt heeft, het programma gemaakt heeft, heeft geen vertaling voorzien in het Nederlands. That's it. Dus daar kunnen we weinig aan doen. Vergeet ook niet, het is een beetje een leerfase. De bedoeling is dat jullie iets aanleren. Probeer de passie en de kennis te delen. En XFCE, denk ik, is de makkelijkste instap, desktop. En dan kan je op een bepaald moment overschakelen en zeggen van, ik ga eens proberen. En ik ga eens Openbox proberen te begrijpen en te snappen en mee te spelen, te themen en zo verder. En als je dat allemaal gedaan hebt, dan zeg je misschien, ga ik ook nog eens kijken naar die andere, die derde. Dat is een hele speciale. En dat is in speciaal in die zin dat we nu helemaal geen menus meer hebben. Dus rechter muisklik, dat toont een lang contextmenu, noemt men dat wel eens. Maar dat gaat over Toonar. Dat gaat over een files manager systeem. Maar als je dat dicht doet, dan heb je eigenlijk nergens meer te klikken. Het rechter muisklik, er is geen menu. Er is geen knop om ergens iets te activeren. Dus dat moet je allemaal uitzoeken via shortcuts. En het is eigenlijk niet zo moeilijk. Al die shortcuts zijn aanwezig, worden uitgelegd. En heel veel artikelen staan online. En die artikelen gelden ook bijvoorbeeld. Er zijn heel veel artikelen die je kan gebruiken van andere mensen. Want I3 is I3.
Ik heb trouwens ook een Google Plus community, wel, hoe noemt dat weer? Een lijst waar i3 op werkt, dus dat werkt overal op Debian, Solus, Antergos, noem maar op. Dus dat is de fun, je kan je altijd je i3 meenemen naar welke distributie ook. Ik denk dat dat een beetje de samenvatting is. En ondertussen gaan we terug naar de L om terug eruit te geraken. Bovenaan kiezen terug voor XFCE. En dan is het terug spelen met je systeem. Enjoy!